Wat heb jij daar? Wat heb jij daar voor lekkers? Ik heb in de koelkast nog wat voor jullie liggen, nog steeds van die dingen. Ja. En hoe is het met jou? Klaar met een geblof? En met meepraten? Net zoals die takken. Daar ben ik ook echt super blij mee, want er zit ook gelijk weer touw aan. Dus dat vind ik een goede touw hoor. Dat is heel goed touw. Dat is lekker. Ja. Maar ja, 2 borsten heb ik. Ja. Wat heb jij daar voor lekkers? Ik heb in de koelkast nog wat voor jullie liggen, nog steeds van die dingen. Ja. En hoe is het met jou? Klaar met een geblof? En met meepraten? Hé? En onze Willy is er al? Ja! Ja! Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag, de 30ste november, ja, ja. Nog steeds 2023, maar dat is niet lang meer. Nee, dat duurt niet lang meer. Nee, hè? Nee. Het is 17 minuten over 2, wou ik zeggen 3. 2? Ja, maar het is 2, ja. En ik zou zeggen 3, maar ik bedoel dus 2. Dus 17 minuten over 2, net kwart over 2 geweest. ik heb al bezoek gehad van mijn begeleidster Cindy en ja, Willy, die kwam erbij. We hebben aan de koffie gezeten en ik was helemaal jullie tenminste niet vergeten. Ik kwam gewoon niet aan toe. Ik had andere dingen nog even te doen. Ik heb nog een was opgehangen, et cetera. Dus ja. Ik was druk bezig en ik heb eventjes op YouTube naar iemand zitten te luisteren wat voor mij belangrijk is. Dus daar heb ik even naar gekeken en geluisterd en daardoor ben ik er niet aan toegekomen. En ik ga zo de meisjes even uitlaten en ja. We proberen er gewoon een gezellige middag van te maken hier aan deze kant. Moeten jullie ook gewoon doen. Het is prachtig mooi weer. Zo nu en dan komt er eens een keer een buitje over. Nou ja, dat is ook niet zo ramp. Maar het is nou prachtig mooi weer. Daar is de lucht blauw, egaal. Het zonnetje schijnt. Daar zie ik weer wat bewolking aankomen vanaf zee. Komt helemaal goed. Ik ga lekker even met ze lopen. En ja, vanmiddag als Willy weer weggaat, moet ik ook even weg. Dan kan ik... niet bij filmen, nee, want daar heb ik mijn handen nodig en ik heb mijn ogen nodig. Ik moet uitkijken, bla bla bla. Maar als we dan terugkomen, ja, dan gaat het feest weer los. Ja, daar haal ik jullie er weer bij. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles en geniet gewoon weer een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja. Een hoop gedaan, een hoop gebeurd. Nou ja, gebeurt niet. Ja. Ik sterf van de pijn in mijn rug, maar ja, dat ben ik wel gewend. Echt, ik ben er misselijk van. Maar mijn gouden regenboompje, die staat ook. Ja, ik laat dat jullie even zien.
Ik zal eventjes wachten, want ik draai jullie eventjes om. Ja, dan moet ik nog één zoomen ook. Nou ja, jullie zien hem wel, maar hij staat achter de aardbeienbak uiteraard. De RO, waar die vorig jaar ook weer stond. Ja, en dan moet ik die nog doen, de laser show geval, dat apparaat. Die moet ik nog doen. Zou ik ook vanmiddag gedaan hebben, maar zoals jullie zien, het is al donker, dus dat gaat het dan gewoon niet worden. Want ik heb takken gehaald. Ja, en ik heb daar een tas staan. En ja, mijn meisjes hebben weer koekjes gekregen. Ik ben bij Action geweest. Dat op school. Dat krijgen ze nu. Dat krijgen de meisjes nu zometeen. En wat in deze tas zit, dat zien jullie ook zometeen. Dan gaan we eerst weer even terug. Kijk eens wat een takken. Ja. Ik weet niet of ik daar al mee aan de gang ga. Ik kan ook morgen pas weten dat ik het daar lekker laat leggen. Zolang het me niet op mijn rug hangt. Want ik moet ook nog een vlog natuurlijk in elkaar zetten. Maar wat heb ik nog meer gehaald? Ik zal jullie weer omdraaien. En dan moet ik weer even zien hoe ik dat hebben moet. Want dat touwtje hangt me in de weg weg. Zo. 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 Nou, wat hebben we gehaald? Weer batterijen, al zijn ze daar wel. Ik weet, oh ja, ik ben nog ingezoomd. Hoe doen we dat? Nee, andere kant op. Ga ze even weg. Ja, eventjes weg. Ik denk dat, ja, weer hartstikke duur, hè. Want Action zijn ze veel goedkoper, maar ja. Je hebt wel betere dan bij de Action, want de Action, dat gaat lang niet zo lang mee dan deze. Dus ja. Ja. Wat zou hierin zitten? Moet ik eerst mijn schaartje pakken. Ik weet het wel, maar weten jullie het ook? Ga eens weg met die snotkoker. Ga weg. Helming is niet voor jou. Want ik moet nog met mijn kerstboompje aan de gang. Die op de booster komt. Want daar zit verlichting in, maar die verlichting die doet het niet meer. Dus ja, dan moet je toch andere weer hebben. Dekseltje eraf. Ja, zo. Kijk, die doet het nou niet. Maar dat is zo'n ijzerdraadje, laat maar zeggen, weer. Met 20 lichtjes erin. En die komt dan in dat boompje. Want die er nou in zit, die moet eruit. En die is kapot. Die doet het gewoon niet meer. Dus er zal maar een lampje kapot zijn. En ik heb, ja, en daar ben ik blij mee, eindelijk weer eentje gevonden met een stekker op lichtnet. Waarom zie je daar een knop bij? Wat is dat? Huh? Lijkt net een knopje. Oh jee. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Want die kon je amper ergens krijgen. Nou, bij de Xenos. Kijk, deze verlichting en die batterijen vandaan. Dus ja, en vooral deze, daar ben ik super blij mee. Want dat was gewoon nergens meer te krijgen. Dat kon ik nergens meer vinden, nee. Nou ja, dat dus, dat heb ik dus gedaan. En dus ik heb het boompje neergezet in de tuin. Nou, dat was ook, nou niet heel grijs, maar ik moest wel dat hele lange snoer. Om de pergola heen, tenminste om de pergola, ja, de eerste paal die omhoog gaat, vanuit de grond, omhoog. Dan langs een haakje, dat hij vast zit. En dan weer met een knijper vast en dan weer met een haakje. Zo naar de lichtpunt toe gebracht.
En weer een mooi zakje erbij. Gouden winnetjes op. En dan bergen we dat ook gelijk weer op. Ja. Zo. Maar ja, net zoals die takken. Daar ben ik ook echt super blij mee. Want er zit ook gelijk weer touw aan. Dus dat vind ik en een goede touw hoor. Dat is heel goed touw. Dat is lekker. Ja. Maar ja, 2 bossenwinsten heb ik. Ja. Dus tel uit je winst. Ja. Ik weet nou niet wat goedkoper is om een boom te kopen of 2 bossen takken. Maar dan moet je ze zelf eens zagen. Dat ga ik ook echt niet opredden met mijn lijf. Maar ik ben er weer blij mee. Joehee. Dus ja, dat dus. Nou gaan we de meisjes eventjes verwennen. Maak ik het zakje even open. Oh, er zit geen ritsluiting in. Dus dat even zonde. Ja toch? Rijka! Oh, wat heb vrouwtje! Wat heb vrouwtje! Ja, wat heb vrouwtje, hè? Ja, hoop. Wat doen we nou weer? Een knopje zitten wat niet moet. En Elwin. Ga jij eens even zitten? Ga jij eens even zitten? Geef eens een poot. Dankjewel, meisje. En denken jullie wel, moeder Eldrijka dat er niet? Ja, maar die kent ook wel. Ik wou het gewoon even laten zien. En in die vuilniszak zit mijn kerstboompje voor op de booster. Dus ja, dan moet ik ook mee aan de gang. Maar dat komt wel. Morgen weer een dag. Ik weet niet of ik eraan toe kom vanavond. Ik weet het echt niet, want ik moet ook een vlog in elkaar zetten. Dus ja. Wat is belangrijker, zeg je dan? Ja, en dat is een vlog, of toch niet? Ik vind van wel. Nou, lieve vrienden, geniet van mijn aanblik. Oh ja, ik zou nog wat doen. Dat heb ik mensen beloofd. Dat is dat kerststukje. Nou, het is al oud, want ik moet nodig nieuw kreppapier eromheen doen. Dit is helemaal al vervaald en vervaagd. En ja, moet even schoon en... Nieuw erin en nieuw eromheen. Maar ja, ik heb dan aan één kant ook takken. Had mijn moeder vroeger ook. Die had echte takken. Ik heb kunst, zodat ik het gewoon lekker weer weg kan zetten. Ik had, ja, kaarsen moet je eruit halen. Want als je het bovenop een slaapkamer zet waar het zomers heet is. Dan haal je hem z'n winters weer tevoorschijn en dan zet de kaarsen erom. Dat moet je maar niet hebben. Nee, maar zo ziet hij eruit. Gewoon een pindakaaspot of een jampot of wat dan ook. Net wat jij hebt. En dan maak je een grote cirkel van kreppapier. Kan je met een gebaksbord doen of wat dan ook. En dan zet je het potje in het midden en dan vouw je hem omhoog. En dan kun je er een heel stukje eromheen doen of een bandje of weet ik veel, een strikje erin en klaar. Ja, het is maar wat handiger is. Nou, en dat kleerhangertje gaat met de haken dus in de oase. Vroeger gewoon in tuinaarden. En dan, nou zoals je het ziet... Gewoon met een bandje rood kreppapier wikkel je het om. Kom je tekort, plak je het gewoon weer even vast aan het hout met het plakbandje. En je neemt weer een nieuw stuk. En die ga je over het plakbandje weer heen doen. En ook weer vastplakken en dan weer verder wikkelen. Ja, heel makkelijk. De eerste keer zal het misschien hier en daar wel even scheuren. Nou ja, doe je er een stukje eroverheen en je plakt het vast en klaar. En het makkelijke is om als je het met kunst doet, kun je het gewoon opruimen, bovenop al in de kast zetten of wat dan ook, voorzichtig. En ik haal de kaarsen er wel uit. Ja! En dat is een kerststukje wat mijn moeder vroeger als kind zijnde zelf maakte bij de padvinderij. Dus ja, hoe leuk wil je het hebben? Hè? Zit de traditie voort, zou ik zo zeggen. Dus ja, dat dus. Oké, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn er weer even. Ik heb mijn vlog al rondgedeeld. Ik had ook een short vandaag, die ik ook al rondgedeeld. Gelijk vanmiddag al.
Maar na het boodschappen, ik was weg geweest, dat weten jullie. En toen heb ik die vlog ook wel aan het delen geweest. De boodschappen opgeruimd tot zover, op zekere hoogte. Ik moet morgen toch verder met de rest van de spullen. Dus ja, dat gaan we ook gewoon doen. Maar ook kwam er iemand weer gezellig onverwachts op visite. Nou ja, visite, ze hoort toch bij de inboedel, ja toch? En dat is onze enige echte lieftallige surrogaat, bonuszusje, het is maar net hoe je het noemen wilt. Mario, hi schat. Hallo, goedenavond. Ik ben weer blij dat je er bent. Dankjewel. Graag gedaan. En wat ga je zo meteen eten? Ik ga zo meteen een lekker soepje eten. Wat voor soepje? Tomatensoepje. Oh, tomatensoep. Met bonen. Met bonen. Ik lust geen kip met bonen. Oh, ik vind het zo lekker. Nee, ja. Ik niet. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, en ik zou vandaag sowieso al aan het brood. Dus ik ga een broodje eten. Met een bakje koffie erbij en een watertje erbij. Dus komt het helemaal goed. En we gaan gewoon genieten van een fijne avond. Maar ook moet ik even goed een vlog in elkaar zetten. En natuurlijk GTST zien. En kerstfilms gaan we kijken, uiteraard. Ja, want geen kerstfilm op, dan word ik chagrijnig, hè. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje met ons mee. Fijne avond. Fijne avond. Doedoekies. Ja, ja, meisjes, we gaan de tuin zo even in. Er ligt een beetje, heel klein beetje sneeuw. Ik laat het eerst even onze vrienden zien. Ja. Ja, een heel klein beetje. Het sneeuwt een beetje. Of het nog sneeuwt, weet ik niet. We gaan kijken. Ja, het sneeuwt nog steeds. Kijk dan op de tafel. En op de aardbeienplantjes. Ja. Kom maar, kom eens kijken. Kom eens kijken. Kijk nou eens, wat is dit? De wereld wordt wit. Hé, de wereld. Kom eens kijken, Rijka. Kom, Rijka. Die gaat van weer naar binnen. Rijka, kom dan. Kom kijken. Kijk eens, Rijka. Kijk eens. Kom kijken, kom maar. Kom dan. Wat is dat? Wat is dat dan? Toch maar weer naar binnen. Hé, toch maar weer naar binnen, mooie meis. Ja, van de ijzeren plaat mag ik uitkijken. Die begon te glibberen. Die is dicht. Wat was dat? Sneeuw, hè? Sneeuw, hè? Is het sneeuw? Wat voor dikke. Ja, jij ook, hè, Kate. Maar het is hier mooi, lieve vrienden, want kijk dan. Het ligt hier natuurlijk niet in de lulte en achter wel. Mooi, hè? Echt mooi, bijzonder. Dat wordt een helder. Hoe vaak hebben we hier sneeuw en dan hebben we een ongerepte. Ik vind het zo mooi, maar ik kom er niet uit. Nee. De meisjes doen het mooi in de tuin vanavond. Want ik zie dat liever overdag. Dan is er meer volk op straat. Dan dat ik s'avonds laat met sneeuw de straat op ga. Niet dat ik bang ben van andere mensen. Of weet ik veel wat. Want dat ben ik niet. Maar wel bang dat ik ga vallen. Ja. Dan kun je wel zeggen. Je hebt toch steun aan die rollator. Maar ook die rollator die kan glibberen hoor. Ja. Maar wat mooi mensen. Wat mooi. Maar ik kan zeggen dat ik in mijn eentje witte kerst heb. Ja, ik heb de kerstboom al staan. Hahaha. Geweldig, hè, meisjes. Hey. Pet goed, zo ik heen. Ja. Jolie. Hi, meisje. Ja, ik ben er gewoon blij mee. En daar hebben we meneertje Kandalf. Meneertje Kandalf. Ja, yeah. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Nou ja, en daar ben ik mee bezig. Dus dat komt ook allemaal goed. En
dat kan ik straks naar YouTube brengen. En dan gaan wij straks ook weer richting horizontaal. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga even zitten. En dan draai ik jullie weer om. En hoppata, hoppata, hoppata. En het klepje weer omdraaien, dan zie ik tenminste weer dat ik mezelf film. En dan zet ik jullie hier weer neer. En dan wens ik jullie natuurlijk nog een hele fijne avond als jullie nog wakker blijven. Of weet je, net als ik straks ook naar bed toe ga. En dan zeg ik in ieder geval al welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En ja, kom morgen gezond uit je bed. Hier sneeuwt het, ik weet niet wat het bij jullie doet, misschien ligt het daar al wel veel hoger. Denk toch dat je ruiten moet krabben als je op tijd ergens wezen moet naar je werk of wat dan ook. Want het is morgen, oftewel vandaag of vrijdag. Dus ja, doe voorzichtig. Heel erg voorzichtig. Ga op tijd van huis. En ja, vertrouw je het niet, dan blijf je lekker thuis en bel je af. Ook dat kan nog. En ja, voor de rest, gewoon lekker slapen. Gezond weer op. En jullie weten, God houdt over ons allen de wacht. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!